Mijn werk gaat al jaren over energie. Eigenlijk vanaf de jaren 70. Waar het vandaan kwam, dat weet ik niet. Maar dat was al mijn werk. Dat heeft met energie te maken. Ik kom uit een heel groot gezin, 12 kinderen. Mijn vader was dominee. En ik predikte van, ja, ieder kind is een zegen voor God. Nou, dus zo was het dus niet. Het is natuurlijk leuk, een groot gezin. Maar je moet ook zo'n gezin kunnen bekostigen. Dus we zijn in een soort armoede opgevoed. Maar je hebt wel leren vechten. Hè? Want je moest natuurlijk proberen een plek te vinden in dat gezin. En dus die strijd die je... Ja, die zie je ook later terug in mijn werk. Er zijn momenten dat ik heel kwaad ben gewoon en om de dingen om me heen. En dat ik ben een anarchist en dat is eigenlijk mijn vrijheid. En dat is ook de vrijheid die je als kunstenaar zoekt. Niemand zit om op kunst te wachten gewoon. Maar gewoon zonder kunst kunnen we niet leven. Eigenlijk zou ik mijn hele verhaal in één potloodlijn willen uittekenen. Ja, dus dat is alles wat ik in me voel. Nou, ik denk dat het nu dat punt is samengekomen in de brainwaves. Op een gegeven moment was er een dame op de tv en er werd een EEG gemaakt van haar hoofd. Dus zij lag op een tafel, haar hoofd zat vol met elektroden en op een gegeven moment uit die machine zag ik die lijnen komen. Toen dacht ik, verdomd, dat zit ook in mijn hoofd. Waarom zal ik die lijnen die ik daarvoor maakte nog steeds zelf verzinnen? Gewoon, ze zitten er al gewoon. En concreter is eigenlijk niet mogelijk, want het is een directe vertaling wat in je hoofd gebeurt. Toen ben ik naar een ziekenhuis gegaan. Er werd een EEG gemaakt. Ik had dat nog nooit gezien. En dat is dus pure energie. Dat is minuscule elektrische shocks die gewoon door je hoofd heen vliegen. Dus ja, dat ben ik. Kijk, heb je een stukje met een bijzondere uitslag. Net even iets groter als de rest. En dat zou ik hier ook kunnen nemen. Maar dit vind ik als beeld vind ik dan veel minder. Dus dit... Als beeld kan ik dit beter gebruiken. Vind ik spannender. Het is een mooi beeld, hè? Ja, is het wat je bedoelde? Ja, ik had er natuurlijk wel wat tekeningetjes en schetsjes gemaakt. Maar het is altijd het zoeken gewoon naar die breuklijn. Je kan hem laten breken natuurlijk heel symmetrisch. Ik heb hem hier net even scheef getrokken. Of het golven zijn, dat hij over de andere heen slaat. En dan krijg je met de rechte lijnen, dat noem ik ratio, die maken het dan weer zuiver. Dat het echt één beeld wordt. En ik laat de snoeren ook er echt bij hangen gewoon. Dus dat het toch een soort navelstreng van de ene neer naar de andere aanwezig is. En is dit nu een opdracht of is het vrij?
Nee, het is gewoon vrij werk. Dus deze kan... ik kijk hier dan nog een tijdje naar. Er blijven toch nog wel een maand of 4, 5 hangen. En dan gaat het naar de toonstangen. En dan zie je hem... soms komt hij weer terug en soms blijft hij... of ergens in stok weer bij een galerie. Of hij wordt verkocht en dan hangt hij bij een particulier. En de meeste ga ik er dan wel weer naartoe. Want de eerste keer is het altijd moeilijk voor die mensen om hem op te hangen. Dus dan help ik daarbij. Ja. Dus je komt ook in al die gebouwen en huizen waar dat... Ja, vaak wel. In veel huizen. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Ja. Vrouwen in Amerika, die vinden het ook leuk om de kunstenaar te ontmoeten en zo. En, dus dan moet je ook meekomen en ophangen en mee eten natuurlijk. En dat is ook de leuke kant van ons vak. We hebben ook moeilijke kanten, slechte kanten. Ja, wat zijn die dan? Nou, dat zitten aan dat tafeltje. Denken. Denken. En iedere dag weer naar dat tafeltje gaan. Kijken om die volgende stap te kunnen maken. Ja, want je wil natuurlijk, je bent ongeduldig, je wil steeds verder. En dat is niet leuk. En dan denk je s'avonds, goh, ik heb iets moois gemaakt. En dan de andere dag, nee, het is toch niks. Het is niet van mij gewoon. Het moet bij je blijven. En dat is leuke dingen verzinnen, dat is eenvoudig. Maar een goed beeld dat voor jou is, dat is heel moeilijk. Maar ik denk dat dit een goed beeld is. Het vrolijke ikje. Dat is een heel mooi ding. Ik heb even middelbare school gedaan en toen heb ik een bakkersopleiding gedaan. En ik wou gewoon een patissier worden, een mooie bekend bakkerij. En toen was een leraar en die zei van, je moet hem een paar jaar naar de academie sturen. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan en daar heb ik eindexamen gedaan. Maar ik was een zwakke leerling. Ik was natuurlijk niet... want ik begreep natuurlijk niks van kunst. Dat duurt heel lang voor je gewoon leert kijken, zien. Wat gebeurt er? Waarom is het kunst? En niet dat plaatje. Hè, dat je achter dat plaatje kan kijken. Dat duurt lang. Maar ik dacht, dat komt wel naar de academie. En dat kwam ook toen heel snel. Dus ik had een hele snelle start. En toen zijn mijn eerste beelden ontstaan. Overal tentoonstellingen gemaakt. Dus vooral in de jaren 60 was ik heel populair. Toen heeft het een hele tijd stilgestaan rond me. En dat zijn periodes, dat je als kunstenaar moet je daar doorheen. En dan moet je geduld hebben. En gewoon iedere dag gaan werken, iedere dag toch naar je atelier gaan. En dan is er niemand meer, dan is er geen applaus meer, dan is er geen telefoon meer. En mag wel in jezelf blijven geloven dat het weer terugkomt. En dat gebeurt binnen die 50 jaar dat ik nu aan het werk ben, is dat meerdere malen gebeurd. Ik kan wel ongelukkig zijn gewoon als er 3 maanden niks uit mijn handen is gekomen. Ja, dan denk ik, het moet. Hè? Dat doet pijn en dat is heel vervelend. Maar dan ineens maak je weer 6, 7, 8 prachtige werken en dan is het weer voorbij. Ja. En wie koopt jouw werk eigenlijk? Ja, het is verschillend, ja. Dat, van musea tot particulieren. Ik kan niet zeggen van die groep mensen koopt het. Het is heel wisselend. Ik moet wel zeggen, de ik-beelden, gewoon duidelijk waar de ik duidelijk naar voren komt, dat kopen eerder vrouwen als mannen. Dat is eigenlijk heel leuk.
Ik heb veel meer vrouwen die dat hebben gekocht. En de vrouw zegt, dat willen we hebben gewoon. Of, en ze nemen ook vaak twee ikjes. He, ik, ik. He, dus dat is toch de strijd tussen die man en vrouw. Dat is toch een mooi beeld. Zo is het leven. Heb je er een? Vernietigen na overlijden. Besluit mei 2000. En dan staat hier nog een keer vernietigen, vernietigen. Deze zijn goed, denk ik. En wat is er dan mis, Jan, met die ene die vernietigd moet worden? Ik zou hem dan weer hieruit moeten halen en weer moeten bekijken. Maar ik heb hier vier gaten. Eigenlijk voor mijn hand. Maar op een onlogische manier. En dan ontstaat er een esthetica die ik niet wil. En dan denk ik, ja, het levert geen goed beeld op. En als er een gat in zit of als er een teken op staat, dan moet het wel ook op de goede plek zitten. En dat is daar niet gelukt. En op tekeningen in je hoofd. Klopt het dan, maar in werkelijkheid niet. En dat heeft met kleine verhoudingen te maken. Maar het kan best zijn dat als ik hem een keer weer doorzaag of een gedeelte, dat ik dat gedeelte nog kan gebruiken. Het is zonde om hem nu weg te gooien. Maar in ieder geval, als ik er niet meer bij ben, moet hij weg. Ja, die zakenvaart die heb ik eerst voor mezelf gemaakt. Omdat ik continu met mijn eigen maat bezig was. 1,72. Ik denk, ja, mijn kist of mijn zakenvaart zou ook die maat moeten hebben. En dus ook er later zelf in zou kunnen. Maar het is een spannend beeld ook. Het is ook een enorme bom. Het straalt ook gevaar uit, maar het heeft ook een geslotenheid. Het is ook een medicijn en zo'n ding dat je inslikt. Een capsule, ja. En ja, die vorm is gewoon toen ontstaan. Maar het is toch voor mij een spannend beeld. En ja, het is nu zeer beladen, dus omdat Geertje erin ligt. Ze heeft mijn hele leven meegemaakt en meegekeken. En ze kon ook zeggen van, nu ga je te ver. Of het is een prachtig beeld, maar het is niet van jou. Daar konden we ook ruzie over maken. Hè? Want daar was ik gewoon weken mee bezig geweest. En dan dacht ik dat ik iets had gemaakt, dat het goed was. En dan zei ze dat het niks was. Maar je kan nooit uitleggen waarom iets niet goed en wel goed is. En dan blijf ik natuurlijk nog een paar weken doormopperen. En op een gegeven moment had ze gelijk. En dat vind ik knap. Maar zo waren we natuurlijk wel met elkaar verweven. En ja, op een gegeven moment is ze dan toch gestorven aan kanker. Zoals zoveel om ons heen. Ik ben nu 72, maar ik moet nog ongelooflijk veel doen. Ik ben nog lang niet klaar. En ik maak overal tentoonstellingen. Er gebeuren heel veel dingen om me heen. Ik word overal gevraagd, ja, wat wil ik meer? Maar dat kan morgen weer anders zijn. Maar dan moet je door blijven gaan.